En je kan zelfs nog heel veel dingen erg matig doen. Slecht eten, slecht gewicht maken, niet opwarmen. En als je een beetje mazzel hebt of je bent heel erg goed, kan je alsnog winnen. Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over slimmer presteren in Parijs. Over judo met Casper de Wit. De Olympische Spelen in Parijs naderen. Op wie moeten we gaan letten? Uiteraard zijn ook de Nederlandse judoka's van de partij. Wat kunnen we leren van hun aanpak? Welke rol spelen wetenschap en innovatie hierbij? We vragen het aan onze special guest Casper de Wit, embedded scientist bij de Judobond Nederland. Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wil presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Jurgen, goedemorgen. Gerrit, goedemorgen. De één na laatste aflevering van seizoen 9. Het is bijna zomervakantie en die zomervakantie staat natuurlijk in het teken van onder andere de Olympische Spelen. Ik heb er zin in. Het maakt ook dat we nu onze laatste aflevering in onze serie op weg naar Parijs hebben. Ja. We gingen al roeiend, baanwielrennend, zwemmend, turnend naar Parijs. Ja. Vandaag gaan we judoend naar Parijs met Casper de Wit. Casper, goedemorgen. 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 Welkom in de Slimmer Presteren podcast. Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Goed hier te zijn. Ja, leuk dat je er bent, Jurgen. Ja, ik vind judo ook zo'n echte Olympische sport. Ja. En zoals je weet van de aflevering met ASM, met Kai Krabbe ooit. Ja. Ja, dat prikkelde eigenlijk toch weer mijn hele judo-jeugd met ups en downs. Maar ik heb, waarin ik vertelde, in ieder geval volgens mij 2 jaar wel gejudo'd hebt. En eigenlijk ik dat hele ASM-bijeenkomst wel merkte dat judo zoveel aspecten in zich heeft. Waar je denk ik als kijker niet zo bij stilstaat. Maar dat het, ja, dus ik ben eigenlijk wel heel benieuwd hoe, ja, hoe trainen die mensen? Hoe zien ze eruit? Hoe verdelen ze hun energie? Hoe spelen innovatie daar nog een rol bij? Ik zie ze nog steeds in dezelfde pakken bijvoorbeeld. Maar misschien zit daar toch wel iets verschil is in. Is judo een materiaalsport? Is, ja, en dat wil ik eigenlijk allemaal wel weten vandaag. Ja, dus de belofte van deze aflevering is nog één keer. Enerzijds met Casper leren over wat doet wetenschap in judo? Waar zijn ze bezig met innovatie? Ja. Aan de hand van weer een aantal mooie stellingen die je hebt voorbereid. En anderzijds ons en onze luisteraars helpen om op waarde te schatten wat we tijdens het Olympisch judo toernooi eigenlijk op televisie zien. Casper, ben je klaar voor de eerste stelling? Want het is meteen een mooie om een beetje jou beter te leren kennen. Ik denk dat ik zo klaar voor ben als ik kan zijn. Dus laten we beginnen. Ja, die heeft te maken natuurlijk met de Japanse achtergrond of de Japanse link van judo. Mm-hmm. Lekker eten denk ik dan altijd. Ko Sotogake, Yoko Otoshi, Harai Tsuruyuki, Komi Ashi en Kata Guruma zijn dagelijkse kost voor mij. Ja of nee? Ja. Ah, kijk. Gelukkig. Lekker, hè? Lekker zijn ze ook. Want ja. Jurgen, jij schreef deze stelling op om even wat termen naar hem toe te schreeuwen. Je gaat er ook meteen Japans van precies praten, merk ik. Ja. Want Casper, hoe komt het dat jij zoveel weet van judo? Want volgens mij ben jij geen echte judoman, of wel? Nee, en ik denk ook dat het ter discussie staat hoeveel ik er precies van weet. Ja, met deze termen kom je mee weg. Ja, precies. Nee, ja, dit zijn natuurlijk namen in Japans voor technieken. Mm-hmm. En die gebruikt iedereen nog steeds, omdat dat in Japans is dat dan universeel. En dan weet iedereen uit elk land over welke techniek je het hebt. En dan zit je niet met allerlei vertalingsfouten.
Ik herken er twee niet trouwens uit die vier die je net hebt opgenoemd. Maar die laatste is gewoon een bepaalde heupworp. Ja. Waarbij je het andere als een soort van wiel gooit. Daar komen al die namen vandaan in het Japans. Ja. Ik kan die technieken niet allemaal uitvoeren zelf. Want wel leuk om te vertellen is, ik kan zelf niet zo heel goed judoën. Ik heb als kind anderhalf jaar gejudood. En volgens mijn vader heb ik zelfs een oranje band gehaald. Oké. Okay. Ja, ik zat iets verder. Ik had de halve groene, kan ik me herinneren. Ah. Kijk. Ah, want je begon wit, geel, oranje, groen, blauw. Maar dan had je slippen, hè? 1 en 2 slippen en dan de halve en dan de hele. En nou ja. Ja. Zoiets. Nou, en ik ben wat ik eerder had moeten doen. Ik ben toevallig dit jaar begonnen met een cursus judo weer. Bij de Radboud Universiteit. Oké. Okay. Juist ook om judo echt beter te leren. Ik heb wel een flinke poos gegrappeld. Dus dat is dat zonder jas gewoon worstelen op de grond eigenlijk. Dus daar kan ik wel iets van. Maar judo is toch echt heel wat anders om zelf te doen en dat mee te maken. En het mooie is dat ik heb ook niemand daar op die cursus verteld wat ik doe dagelijks. Ja. Dus is ook mooi, want mensen verwachten ook niet van mij dat ik alles begrijp of dat ik dingen beter kan. Dus ik ben gewoon lekker aan het stuntelen daar. En het is juist, ik vind het heel mooi om judo zelf ook te leren. En ik mag binnenkort op voor mijn gele band. Ik zei net dat ik de oranje band als kind al een keer gehaald heb volgens mijn vader. Maar ik ga natuurlijk niet nu die nog claimen achteraf. Ja, dus ik ga gewoon netjes... Die is niet meer geldig. Want vertel eens over jouw rol, Casper. Hoe lang ben je al embedded scientist bij de judobond? En wat houdt het in? Hoe ben je dat geworden? En jouw achtergrond dan eigenlijk ook. Hoe ben je daarbij gekomen? Nou, ik heb dus als kind even kort gejudood. En ik heb iets langer een soort van gymnastiek of turnen gedaan. Dat was 3 of 4 jaartjes. Maar ik heb nooit echt op heel hoog niveau daar gesport. Het was gewoon dat mijn ouders zeiden van je moet iets doen. Ik heb wel vrij lang geroeid. Vanaf mijn 12e tot en met mijn 21ste. En toen ik student werd. Hij tikt al onze Olympische sport aan. En gezwommen hebben we allemaal, denk ik. Nou, een keer baanwiel rent ook nog. Nou, hebben ze. Zwemmen kan ik niet. En ik zink ook wel, denk ik. Oh. Maar, en toen ging ik studeren. En toen ben ik juist gestopt met roeien. En ben ik niet gaan wedstrijden roeien. Ah. Maar ben ik eigenlijk meer gaan studeren en meer feesten. En op een gegeven moment dacht ik, nou, ik moet toch een beetje fit worden. En toen ben ik eigenlijk in de krachtsport gerold. En zodoende ben ik zo geïnteresseerd geraakt in strength and conditioning. Dat ik daar ook mijn master op uitgekozen heb. Bewezen wetenschap heb ik gedaan. En ik ben toen een tijdje crossfit coach geweest. Kort. En toen ben ik bij Papendal. Heb ik een stage gelopen voor ongeveer 7-8 maanden. En zodoende ben ik in 2018... als fysiek trainer bij judo aangesloten. En vanuit die rol heb ik dingen bijgeleerd. En op een gegeven moment in eind 2019 ontstond er voor mij de kans om ook 50-50, dus een half FTE aan sport science erbij te doen. En dat betekent dat ik een soort hybride functie heb. Dus ik ben zowel de sport scientist als de krachttrainer van voornamelijk de mannenlijn momenteel. Maar bijvoorbeeld ook, ik was ook de krachttrainer van Kim Polling, die recent geswitcht is van nationaliteit. En ik combineer dat. En dat is soms uitdagend, maar het geeft ook juist een hele mooie voet tussen de deur om in een wereld die iets meer conservatief is soms qua innovatie, om dan toch dingen te bewerkstelligen. En ik heb ook een heel goed team en een hele goede collega science waarmee ik de laatste anderhalf jaar heel veel mooie dingen bereiken met de coaches en sporters. Maar dat zijn uit andere sporten juist die scientists of binnen de judobond wel zit daar ook een groepje, ook bewegingswetenschappers waarmee je kan sparren. Ik heb op Papendal heb ik heel veel collega's die in andere sporten werken en daar kan ik mee sparren om te kijken wat voor judo toepasbaar is, wat we kunnen lenen. We doen heel veel leentjebuur van andere sporten. Daar zijn we heel goed in. Goed jatten. Ja. En ik heb mijn collega Joris, die kan zelf wel judoën. En die is ook vrij goed in gewichtheffen geweest. En die heeft ook bijna zijn master weeswetenschap af. En zeker de laatste anderhalf jaar vormen we een heel goed team. Samen met de andere fysiektrainers. Om alles een goede baan te leiden op het gebied van fysieke voorbereiding van die sporters. En alles om dat proces heen. En dat laatste is iets waar ik voornamelijk mee bezig ben. Dus om te zorgen dat het allemaal in goede banen geleid wordt. Wetenschap in de judo.
Waar gaat het dan over? Goeie vraag. Ik heb een hele lang antwoord erop. Het gaat eigenlijk in de wetenschap in judo gaat eigenlijk gewoon over voortdurend proberen je beste judo te laten zien. En dat klinkt een beetje simpel. Maar we zijn vooral bezig om gewoon goed na te denken over waar we energie kunnen besparen in de trainingsweek. En waar we die energie dan wel in kunnen stoppen, zodoende dat we daar ook het meeste rendement uithalen. Om een dus voorbeeld energie te geven, verdelen en rendement. Wat is rendement in het judo? Nou, stel je voor, ik met het klein beetje research dat ik gedaan heb. Jullie zitten allebei meer in de duursport. Ja. Ja. Maar als jij een vrij intensieve training doet op een dag en je doet er dan 's middags nog één. En dan de ochtend daarop nog één. En dan doe je 3 dagen niks. Ja. Dat is niet de meest ideale verdeling van je energie die je in die trainingen stopt. En dat is een heel simpel voorbeeld. Ja. Maar in essentie is dit wat we doen. We zijn constant aan het puzzelen om met zo min mogelijk energie die we uitgeven, om zoveel mogelijk adaptatie eruit te halen. Ja. En dat kan zo simpel zijn als de weekplanning aanpassen of een training eruit halen. Dat is... Dat durf je bijna niet te zeggen in judo, niet trainen. Maar dat kan. Ja. Zeker als je uiteindelijk toch beter gaat judo door ergens een klein beetje gas terug te nemen, dan probeer je dat zo te bewerkstelligen. Dus het is, ja, ik vind dit wel mooi. Want het is eigenlijk ook weer het pacing, hè? Energiepuzzel van... Zie je het haakje naar stelling 3? Goed, stelling 3. Ja, stelling 3. En jij noemde het al, omdat jij krachttrainer bent. Hè, en daar ook in ieder geval daarmee bezig bent. Ja, een Olympische judoka moet vooral groot en sterk zijn. Nee. Nee. Nou, en dat mag je dan gaan uitleggen. Waarom? Vertel, leer ons judo bekijken. Als wij naar judo kijken, of hebben gekeken, dan denken we toch Anton Geesink, nou, grote kerel. Of af en toe zijn er nog veel grotere kerels. En dan is het een kwestie van duwen, trekken en optillen en smijten en klaar ben je. Kort door de bocht, dat weet ik, maar daar mag jij... jouw visie maar eens even opgeven, jouw kijk. Enlighten ons. Ja, het heeft zonder twijfel heeft een voordeel om groot en sterk te zijn. Maar het is martial art, vechtsport. Mm-hmm. Martial art benadrukken altijd om ook aan mensen uit te leggen dat het niet simpel rammen en sleuren is. Maar het is echt een extreem complexe dynamische sport waarbij al je technieken die tegen de een werken, werken niet tegen de ander. Hoe groot de ander is of hoe die ander staat, links, rechts... bewegingen die ander maakt, dat maakt het enorm complex. Dus het is een soort van 4D schaken. Ja. 4D schaken, dat vind ik een mooi beeld. Ja. Je probeert, en zeker als je een stukje pakking erbij pakt, hè, dus zorgen dat je de ander vast kan pakken in een positie dat je ook een worp kan doen bijvoorbeeld. Dat is letterlijk een soort van stelling maken. Alleen dat doe je dat real time tegen iemand anders en die ander mag ook nog een keer voor zijn beurt spelen, als je het zo wil noemen. Ja, precies. Als je niet oplet. Ja. Ja, je hebt niet eventjes bedenktijd tot de ander aan de beurt is. Je moet gewoon continu... En je zet een soort van valstrikken op door een schaambeweging te maken of de ander iets uit te lokken. En het is extreem complex. En de vraag was, is het groot en sterk? Moet je dat zijn? Het heeft een enorm voordeel, maar alles heeft met martial art te maken. En het is gewoon kunstvorm. Dus techniek en efficiëntie, die gaan boven alles. Ja. Daarnaast ook en efficiëntie dat... bedoel je ook weer mee energie verdelen, niet je energie te vroeg verspillen, dus keuzes maken wanneer je wel of niet die worp wil maken of juist even rust neemt in een wedstrijd. Weet je wat judo betekent? Is het Japans? Nee. Nou, het betekent letterlijk de zachte weg. Dus het betekent niet zo dat het dan niet hard gevochten wordt, en dat wordt er uiteindelijk wel. Maar de truc is om het momentum of de kracht van je tegenstander, om te gebruiken voor je eigen voordeel. Dus als de tegenstander heel erg naar voren komt of heel veel druk zet, dan kan je natuurlijk tegengas gaan bieden, maar dat momentum meenemen richting een punt voor jezelf halen is natuurlijk de kunst. Ja. Ja. Dat heb ik altijd wel ook meegekregen uit judo. Ja. Het ultieme judo is de energie die je tegenstander in een richting stopt om te buigen in je voordeel, toch? Ja, ik ben nu precies de Japanse naam van hoe dat principe heet, ben ik kwijt. Maar, het voor mij is de Engelse vertaling dat je een soort van maximaal efficiënt gebruik maakt van maximale kracht. Dat betekent dat je wel maximale kracht kan gebruiken, maar dat je technisch zo begaafd bent dat je dat op precies het juiste moment weet te doen. Dus
alleen maar grof geweld werkt niet in je voordeel. Ja. Nee. Maar misschien... dan wil ik toch nog even, want hoe train je dan? Want jij hebt het zelf over dat jij krachttraining veel doet. Hè? Je kwam met gewichten langs, et cetera. Hoe ziet dan de dagelijkse, of hoe ziet zo'n training eruit? Of de trainingen op een dag of in een week? Is dat juist veel het krachthonk in? Of juist veel sparren, veel techniekoefeningen? Hoe moet je dat zien? Het standaard antwoord wat nu volgt is altijd, het hangt er vanaf. Ja. Maatwerk. Je bent wel een goede wetenschapper, Casper. Ja. Ja. Laten we vanuit gaan dat we praten over iemand die al een heel hoog niveau van judo heeft. Ja. Want we praten over de Olympische Spelen, die context. Ja, precies. Ja. Dan hebben we het over Noël bijvoorbeeld, onze min-90er, die in 2019 wereldkampioen Noël van Eert, hè? Ja. En ook de afgelopen WK heel goed was, maar een beetje pech had met een disqualificatie. Mm-hmm. Zo kan het lopen in judo. Nou, wat hij doet, is hij is al heel sterk, enorm sterk, heel erg ontwikkeld qua fysieke kracht en explosiviteit. En hij is ook 32. Dus ik durf te zeggen dat qua fysiek moeten we hem onderhouden, maar krijg ik niet heel veel meer rendement of adaptatie uit nog meer kracht of nog meer explosiviteit. Mm-hmm, en als ik dat wel ga trainen met hem, kost het hem relatief veel energie om van te herstellen. En ik weet niet helemaal zeker of ik daar iets voor terugkrijg wat de moeite waard is. Dus Mooi. Wat ik met zijn coach JP Bell heb afgesproken is dat we hem sterk houden. Mm-hmm. Dus dat is 1 of 2 krachtsessies per week. En dan hou ik het volume erg laag. Dat hij dus niet heel veel herstelenergie moet spenderen aan het herstellen van een krachttraining. Ja. Mm-hmm. En we doen iets meer aan onderhoudende oefeningen. Gebieden waar hij vroeger in het verleden wat blessures op had. We doen wat meer... fysio prehab werk, zeg maar, ook in de krachttraining, om te zorgen dat hij zijn lichaam zo lang mogelijk op de judomat kan houden. Ja. En dan heeft hij dus 4 randori trainingen, of 3 als het zo uitkomt. De bezetting is niet altijd even goed op elke training, maar 3 of 4 randori trainingen en 1 of 2 techniek sessies. Wacht even, Casper, ik dacht, je gaat misschien toelichten, maar het woord randori training zegt mij even niks. Dat is sparren. Ja, randori is... is in het judo is een soort gesimuleerde wedstrijdsvorm. Okay. Ja. Maar wat wel belangrijk is te benadrukken is dat dat is geen echte wedstrijd. Dus het is, je bent wel tegen iemand aan het judoën. En je probeert een punt te scoren. Ja. Op zijn rug te gooien bijvoorbeeld, of op zijn zij. Maar het idee is dat je dat ook wel een beetje speels doet. Dat je dus niet volledig de remmer opzet, dat je je helemaal niet laat gooien. Oh ja. Want het idee is ook, als je ook nooit iemand optie geeft om iets te doen, om iets te proberen op jou, dan leer je er ook niet heel veel van. Nee, precies. En, spelende wijze, sparren, trainen, stoeien. Het geinige vind ik is dat in BJJ of in grappling noemen ze dit flowen. En dat is eigenlijk speels vechten. Mm-hmm. En de ander ook wat gunnen. En randori zou, hoe het bedoeld is, zou het ook een vorm moeten zijn waarin dat idee meer meegenomen wordt. Dat je je ook laat gooien als iemand een goede inzet doet, dat soort dingen. Het is wel, combat judo wat wij doen. Gewoon letterlijk topsport judo. Dus het wil ook wel eens wat harder zijn. Ja. En dan wordt het echt, een vorm die wij in Japan Shiai noemen. En dat is eigenlijk veel meer daadwerkelijke wedstrijdsimulatie. En randori is meer een soort van... speelse vorm van wedstrijdsimulatie. Helder. En dat doen ze dus dan 3 of 4 keer. En dan zei je, en daarnaast nog 2 keer techniek training. En dat zijn gewoon deelbewegingen of zo? Dit is waar ik me niet al te veel mee ga bemoeien. Echt het judo-technische, anders dan word ik heel erg hard teruggefloten. Oh, ja. Maar uiteindelijk, de coach doet natuurlijk een analyse van... waar kansen liggen om dingen te verbeteren. En dat worden dan vervolgens gewoon... met andere sporters wordt dat gewoon geoefend. En het idee is om die part practice... om die delen die je oefent... om die later in randori... met een bepaalde opdracht die je van je coach krijgt... om die dan te oefenen. En zodoende maak je zeg maar je playbook... als je het zo wil noemen... bij gebrek aan een betere Nederlandse term... die maak je steeds sterker. Ja. En het idee is dat je daarmee steeds meer situaties... ook in een wedstrijd kan oplossen en in jouw voordeel kan beslissen. Ja. Voordat we naar de volgende stelling gaan, zullen we even een stukje basis doen? Want hij noemt nu wedstrijd, oplossen, dingen. Je hebt al iets gezegd over een pakking. Je hebt iets gezegd over een disqualificatie. Ja. Kan je ons in een paar minuten even helpen
kijken naar judo? Hoe werkt zo'n wedstrijd of een wedstrijddag eigenlijk? Oké, dan moet ik even opschakelen zelf hoe ik dit ga doen. Nou, laten we bij het begin beginnen. We hebben twee judoka's op een mat. Die heeft een maat, prima, dat is wel heel basic. Maar hoe lang duurt een potje? Nou, je hebt dus de twee judoka's. En die hebben allebei een judopak aan, de judogi. Bij de speler zal je zien dat de ene een wit pak aan heeft, de ander blauw pak. Dat is puur gedaan, zodat je ze makkelijk uit elkaar kan houden. Ja. Want ze willen ook heel vaak om elkaar heen draaien en zo. Ik las dat Geesink dat heeft ooit geïntroduceerd, dat blauwe pak. Okay. Of zijn idee, dat klopt. Goed feitje. Ja. Het is visueel veel makkelijker te volgen, dat scheelt een hele hoop. Ja. Nou, de truc is, je begint staan. Dat is belangrijk voor het judo. En je mag dus... de ander op bepaalde plekken vastpakken. Dat zijn de mouwen, de rug en die lapels. Die zijn zitten op de gi. Je maakt een bepaalde pakking. Dus je probeert een greep te pakken die jou lekker ligt. Omdat je een bepaalde techniek wil doen. Maar het ding is, de ander laat dan natuurlijk niet zomaar toe. Nee, dat is wat jij zei. Dat is dat 4D schaken over die pakking. Dat is ook waar kan ik jou vastpakken. Op je mouw, je rug of je revers. Exact. Ja. Nou, dan wil je uiteindelijk, als je wel... dat lukt, dan wil je de ander op zijn zij gooien. Dat is dan een halfpunt. Dat is de wasari, heet dat. Okay. En op de rug, hè, de ippon, de meeste mensen kennen dat wel. Dat is eigenlijk je schouderbladen op de rug. Ja. Dan is het meteen een volpunt. En dan is die wedstrijd ook voorbij. Meteen klaar, hè? Ja. Dus knock-out meteen in klaar. Ja. Nou, je hebt nog een andere manier waarop je een wedstrijd kan beslissen. Dat is als de ander aftikt, als je een armklem aanzet, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Of als je iemand 20 seconden... met twee schouders op de heupen op de rug vastpint. En dat noem je een houtgreep. Maar en dat dan... is een verschil. Maar dat komt voort uit een grondgevecht of zo. Ja. Terwijl de worp op de rug, dan is meteen klaar. Maar vanuit de grond naar de rug, 20 seconden vasthouden. Ja, de ippon is meteen een beslissende punt. Ja. En dat is heel mooi aan judo. Want dat is meteen klaar. Dat maakt voor echt spectaculaire zegens. En het is tegelijkertijd, als je net een foutje maakt, is het ook keihard. Want dan is het ook voor jou meteen wel klaar. Ja, het is een soort, je kan ongelukkig, hè, of net een fractie van een seconde je balans verliezen of zo. En dan ga je dat kan, dat zien we best wel vaak. En, als je voetbalt, dan heb je 90 minuten om te laten zien hoe goed dan wel niet slecht je bent. Mm. Ja. Of als je een triathlon start en het gaat niet zo lekker, dan heb je alsnog een eindtijd. Ja. In het judo kan je een bloedvorm kan je verschijnen. En dan kan het toch net even niet helemaal lekker lopen. Terwijl het wel 95% is, bijvoorbeeld. Ja. En dan is het toch klaar. Meteen klaar. Nog even over die puntentelling. Want ik was in de voorbereiding, had ik me toch maar in gedoken. En ik was nog van de oude stempel. Koka, Yuko, noem maar op. Dus ik had ook een stelling van... het is jammer dat Yuko is afgeschaft. Maar misschien is dat wel, ik weet niet precies wanneer het gebeurde. Voor jouw tijd misschien nog wel. Maar dat was een Yuko als een half punt en een Koka volgens mij 0.25 of zo. Hè? Waarom hebben ze het zo gedaan? Ik moet eerlijk zeggen dat die oude puntentelling, ik heb er wel een al op gehoord, maar het was inderdaad voor mijn tijd. Ja. Dus ik denk dat het heel slim is dat ik daar niet iets over heb. Nee, precies. Het is ook niet voor Parijs. Kijk, nu wat jij schetst is helder, maar ik... Ja. Kijk ook wel zo wel af de judo. En dan zie ik ook de andere uiterste. Ja, dat ze volgens mij duurt zo'n pot minimaal 4 minuten of max 4 minuten. Ja, daar waren we nog. En hoe lang duurt het? En dat er niks gebeurt, zeg maar. Ja. En dan elke keer weer die pauze. En dan moeten die pakken weer netjes geknoopt worden. En ze zitten tijd te rekken. Ja, maar ik ken de straf voor passiviteit. Nou, vertel eens, Casper, hoe zit dat? Die speeltijd, als je het zo wil noemen, die is 4 minuten. Dus als jij een half punt voorkomt, je gooit iemand op zijn zij en je hebt die score nog 1 voor, een half punt voor, op 4 minuten, dan win je dus. Mm-hmm. Als het 1-1 wordt, een half punt, dan gaat het door. Ook als het 0-0 is trouwens. Ja. En dat noem je dan golden score en het maakt niet uit welk punt je dus maakt. En dat is in dat geval een wasari, een half punt op je zij vallen dus minimaal. Dan is het ook afgelopen. Helder. Maar het grappige is wel dat theoretisch gezien is het dus eigenlijk oneindige speeltijd. Ja. Want je kan, er zit eigenlijk geen einde aan als niemand scoort. Hm. Nou, dan komen we bij die passiviteit kaart die je krijgt. Die gele kaart voor inactiviteit. Ja, als je wel vastpakt, maar je maakt geen actie. Of je doet sowieso te weinig. Dan krijg je op een gegeven moment een shido voor passiviteit. En daarvan kan je er 2 verzamelen. En de ander ook. Alleen als je die derde krijgt, dan word je gedisqualificeerd. Hmm. En dan mag je eraf. Ben je gewoon meteen klaar.
Ja. Ja. Dus dat is een straf. Zijn er ook straffen, rode, gele kaarten voor dingen doen die niet mogen? Ik bedoel, zitten daar ook nog allerlei regels aan wat je met iemand mag doen? Je vingers in de ogen. Ja, weet ik veel wat er allemaal gebeurt met judo. Dat doen we. Ja, die vingers in de ogen gebeurt heel vaak en dat is heel vervelend. Maar als het niet met echt kwaai opzet is, dan moet je dat gewoon voor lief nemen. Maar, dit is waar. Ik dacht juist slecht grap maken. Maar dat is omdat je dan probeert te pakken of zo. Ja, en dan tak, vingers in. Je probeert iemand in de kraag te vatten, letterlijk. Of, of de arm over de nek. Of iemand een bepaalde pakking te maken. En als iemand een tegenbeweging maakt die je niet helemaal ziet aankomen, is het niet ondenkbaar dat je dan met een vinger en een oog eindigt. Maar goed. Ja, dus expres mag het niet. Nee, natuurlijk niet. Als de scheidsrechter dat ziet, dan volgen daar echt wel acties op. Maar er zijn bepaalde dingen die mogen gewoon niet. Nee. Ik weet het niet precies een enorme lijst van technieken die verboden zijn. Maar echt gevaarlijke technieken. Die zijn verboden. En dan krijg je een rode kaart voor direct. Een handschoen maken heet dat. Als je bijvoorbeeld een schouderworp doet. Dus en je doet dat op een gestrekte arm. Ja. Dan is die elleboog staat natuurlijk onder enorme druk. Mm-hmm. En dat is gewoon technisch gevaarlijk. En daar krijg je dan een dislocatie voor. Ja. En zo zijn er nog wel een paar bewegingen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid van de ander. En daar kan je dus een dislocatie voor krijgen. Ja. Hey, ik zat te denken, een bekendste is misschien wel, is als je toch een judo volgt, is tegenwoordig als je een uchimata inzet en je zwaait je been dus door de benen van de ander in. Daar heel vaak komt het hoofd van degene die worp inzet op de grond. Alleen op een gegeven moment gingen mensen ook hun hoofd gebruiken als steunpunt. Alleen nu tegenwoordig is de regel dat als je dat hoofd op de mat aanraakt, dan krijg je daar een disqualificatie voor. Er is nogal discussie over of het nou wel of niet goed judo is. Maar het is wel zo dat als je dat doet tijdens die worp, dat je tegenwoordig dus naar huis mag. Ja. En zeg je, het is een algemene regel als je je hoofd zeg maar als het ware gebruikt? Of alleen in een worp? Ja, je mag dus van bij het inzetten van uchimata mag je niet met je hoofd tegen de grond komen. Oh, ja. En dat is meteen disqualificatie. Ja, want we begonnen met al die technieken. Hè, die zijn allemaal mooi beschreven door die grondlegger Jigoro Kano. Mm-hmm. Maar ik kan me voorstellen dat je kan hele andere technieken gebruiken. Dat mag wel. Of moet het allemaal volgens het boekje eigenlijk? Nou, ik weet niet precies welke technieken allemaal wel niet mogen. Ik weet alleen wel dat waarschijnlijk nog in de tijd van de oude puntentelling, op een gegeven moment is er door het IOC gevraagd aan de Internationale Judo Federatie om bepaalde dingen aan te passen, omdat het te veel worstelen leek. Dus benen pakken, dat mag niet meer. Mag niet. Okay. En dat was natuurlijk destijds een enorme regelverandering. Ja. Daar hebben heel veel toppers zich toch succesvol op aangepast. En nu is judo dus heeft de huidige vorm door dat soort ontwikkeling. Ja. Ik heb nog één vraag even vanuit de judoka's perspectief. En dan moet je maar kijken hoe ver je komt, Casper. Je legt uit, Ippon, in één keer gewonnen, klaar, half puntjes klaar. Is het dan ook nog een soort tactische keuze waar je voor gaat? Ik kan me voorstellen, als jij inzet op een Ippon, dat je dan iets anders qua kracht, fysiek, risico neemt. Mm-hmm. Dan als je zegt, nou, ik speel deze wel lekker even uit op een half puntje. Of zorgen dat ik zelf niet geworpen word. Zijn dat soort van tactische keuzes? Of is het niet zo berekenend? Wat ik hiervan weet is dat wat je zegt, je kan tactisch kan je proberen een pot uit te judoën, bijvoorbeeld. Zeker als je Vasari voorstaat, kan dat best wel een tactiek zijn, door te denken, nou, ik ga geen gevaarlijke acties meer inzetten voor de Ippon en proberen gewoon dat ene halve punt de pot te winnen. Dat kan. Van de pot uitjudoën. Het is per situatie verschillend, maar wat ik wel weet is dat wij, in ieder geval bij de vrouwenlijn bijvoorbeeld, focussen heel erg op judoën om te winnen. Ja, ja. Dus ook vol gas achter die Ippon Dus naar druk zetten. Proberen altijd een reactie uit te lokken bij de tegenstander, want dan ben je in ieder geval eerder. En niet ook gewoon gaan voor grote punten. Ja. En niet proberen dat op Sido's bij voorbaat zo uit te gaan spelen. Want dan krijg je eigenlijk een beetje een soort van passief tactisch spelletje. Terwijl je wil juist op sport, op goed judo, wil je winnen natuurlijk. Ja, kijk, maar dit helpt mij om te kijken. Want nu kan ik dus naar die pot kijken en kijken wie neemt initiatief.
Zetten ze een worp in of proberen ze naar de grond te gaan of wat dan ook. Dat is waar je op moet letten. Ja, wat wel goed is om even. Ik had hier een notitie van tevoren gemaakt. Wat ik geinig vond is dat. Toen ik 2018, 19 bij judo kwam. Ik vind het best wel moeilijk om naar judo te kijken. Mm-hmm. En daar bedoel ik mee dat als je. Stel je voor, je hebt nog nooit sport gezien. Je bent een totale leek. Je kijkt naar een voetbalwedstrijd. Of naar een volleybalwedstrijd. Als je de bal volgt. Dan weet ik in ieder geval waar je naar kijkt. Daar is de actie. Echt heel simpel om te snappen dat die bal in het andere doel moet. Ja. Ja. En natuurlijk zijn die sporten heel veel complexer. Dat weet ik ook. Alleen het is wel toeschouwervriendelijk. En ook lekenvriendelijk. Mm-hmm. Boksen bijvoorbeeld. Spreekt ook wel makkelijk tot de verbeelding. Gewoon de ander gewoon in zijn gezicht stompen. Of proberen tegen de grond te slaan. Judo. Omdat er al die regels zijn. Net zoals bij het schaken. Ja. Zijn al die regels er, omdat zonder al die regels is het spel er niet. Precies. Mm-hmm. Maar dat maakt het niet heel erg makkelijk om te volgen. En als ik dan de leek ben, zeker in vergelijking met alle collega's waar ik mee werk, dan zit ik soms te kijken naar zo'n wedstrijd en dan kijk ik naar dat pakkingsgevecht en dan zie ik iemand op zijn rug rollen, maar dat is dan opeens geen ippon, want hij heeft hem zelf ingezet. Het is best wel moeilijk om te volgen. Ja. En daarom is het belangrijk, en ik vind dat de NOS dat goed doet, dat er dus een commentator bij de belangrijke wedstrijden meepraat met de wedstrijd. En die geeft echt de broodnodige toelichting van wat daar gebeurt. Ja. Nou, wat kan je bijvoorbeeld wel zien als iemand heel erg inactief is en geen pakking probeert te maken of... niet zoveel lijkt te doen. Ja, dan is dat inactief. Daar hoef je niet. Dat kan iedereen zien. Ja. Waar je ook op kan letten, bijvoorbeeld, is dat als iemand wel indraait of een worp probeert te maken, slaat dat ergens op. Als je gewoon zelf kan zien dat het een kansloze actie is die je inzet, ja, dat is ook niet zo sterk. Dat is tegenwoordig wel weer dan actief judo. Dat is een andere discussie. Maar zo kan je er een beetje naar kijken. En uiteindelijk. Willen we natuurlijk allemaal wel kijken voor de grote spectaculaire punten of de mooie technieken die worden uitgevoerd of staand of op de grond. Ja. Wat ik me afvraag, hè? Jij als strength and conditioning coach en als weighingswetenschapper, een stel, zo'n pot duurt toch 4 minuten en het is behoorlijk volle bak. Of ja, dit is vergelijkbaar, ik zat even te denken, met een 1500 meter atletiek of 4 kilometer op de baan. Of 4 minuten is net vervelend, ja, hè? Voor net, intensief precies. Dus ik bedoel, overal komt dat lactaat en de vermoeidheid slaat toe en het hart gaat tekeer en noem maar op. Hoe bereid je je daarop voor? En daarop meteen in het achterhoofd van... Met 1 wedstrijd, als je die wint, ben je er nog niet. Want zo'n toernooidag vaak moet je meerdere wedstrijden gaan judoën. Ja, hoe doe je dat? Ja, hele goede vraag. We zijn constant puzzelen hoe we dat moeten doen. Je moet zo'n wedstrijd van 4 minuten, die ook wel eens 8 minuten zou kunnen duren. Die moet je, als het goed gaat op een finale dag, moet je die 5 keer doen. Oké. Dat is het maximum, hè? Tot de finale of tot de troostfinale. Ja. Of in de bronsfinale of in de finale. Dus dat als je 5 keer mat op moet op zo'n dag, dan gaat het heel erg goed. Ja. Wat wel zo is, is dat stel je voor je begint meteen met 3 potten achter elkaar die allemaal 7 minuten duren. Dan sta je dus al een half uur volle bak gas te geven op de mat. Dat is een behoorlijke fysiologische aanslag op je systeem. Ja. En dat is dus ook... Want hoeveel rust zit er tussen wedstrijden normaal? Of bijvoorbeeld tijdens Olympische Spelen op zo'n dag? Een wedstrijd? Het geinige is dat varieert, maar omdat het pool zeg maar uitdunt vanaf het begin naar het einde toe, dan heb je een beetje het rare verschijnsel dat bijvoorbeeld tussen een eerste en een tweede ronde gevecht, waarbij ze van 64 naar 32 deelnemers gaan, het is een knockout systeem, hè? Geen poolsysteem, het is allemaal knockout. Ja. Daar kan best wel eens eventjes uur, anderhalf in zitten. En dan wordt het steeds iets korter. Dus laten we zeggen dat als tussen een... een tweede of derde ronde en een kwartfinale kan misschien wel maar een half uur of 3 kwartier zitten. Dus dan heb je minder tijd om te herstellen. En dan voor het finale blok zit dan wel weer een vrij lange rustperiode. Die het al snel 1,5 à 2 uur is. En dat is ook gedaan ook om juist verschillen die optreden op de dag zelf. Om die een beetje gelijk te trekken. Want als jij 3 kwartier later klaar bent dan iemand anders die ook de halve finale haalt. En je moet binnen een half uur weer. Is dat echt zwaar oneerlijk. Ja, dat is oneerlijk. Ja.
Wat doen judoka's onder leiding van, of geprotocoleerd door Casper de Wit, tussen die wedstrijden? Wat doe je met ze om ze weer fit te krijgen voor de volgende pot? Ja, hele goede vraag. We hebben allemaal dingen de laatste jaren getest, maar ook eigenlijk leentjeduur gespeeld van andere sporten. Ik had eerst al eerder verteld in deze podcast dat het dus een hele complexe sport is, ja, waarbij je extreem veel factoren in de gaten moet houden. En je hebt een enorm tactisch en technisch element. Ja. En je moet je tegenstander analyseren, niet alleen van wat hij normaal doet, maar ook wat hij op die dag doet, of daar een zwakheid in zet. Dus er komt ongelooflijk veel bij kijken. Hoe doen wij dat? Nou, ik hou me eigenlijk niet zo heel veel bezig met het tactisch-technische judo-element, want dat zou een beetje belachelijk zijn als ik dat ga doen. Daar heb je die coach voor en die is daar goed in. Ja. En de coach die is ook eigenlijk een soort projectmanager op andere zaken die sporter ook moet doen om goed te kunnen presteren. Maar wij vanuit science en vanuit fysieke training helpen wel met in ieder geval richtlijnen uitzetten van hoe dat dan moet gaan gebeuren. Eigenlijk een soort van match day performance protocol, zoals we dat noemen. En dat zijn gewoon de gebruiken die gewoon het beste zijn om te zorgen dat in ieder geval fysiek geen domme dingen gedaan worden. En wat kun je daarvan delen, Casper? Oh, dat ga je nu doen. Ja, dat ga ik nu. Okay. Even kijken hoe ik dit instart. Ik denk dat er vanwege de complexiteit en het feit dat je in het judo heel moeilijk dingen direct kan meten. We hebben geen powermeters. Als je een sensor opplakt op iemand tijdens een wedstrijd, dan krijg je een disqualificatie daarvoor. Je mag nul dragen. Geen horloges, geen plakkers, geen stickers, geen GPS. Helemaal niets. Dus ja. Ook niet in het pak verwerkt ergens. Misschien in de toekomst. Of? Maar als je nu niet aan de pakken check voldoet. Dan vecht je niet. Of je krijgt een pak van de organisatie wat sowieso niet fijn is. Ja. Maar je mag niet, als je telefoon uit je zak valt of zo tijdens een wedstrijd, dan ben je dus gewoon gedisqualificeerd als de scheidsrechter het ziet. Ja. Dus het enige hebt is video, kan ik me voorstellen. Ja, je hebt videoanalyse achteraf, dat klopt. Ja. Dus je hebt daar complexiteit en je hebt geen objectieve parameters om te meten. Dus we hebben geen powermeters en dat is allemaal ingewikkeld. Waarom ik dat zeg is omdat het dus ook moeilijk maakt om met die prestatie, om die echt te kwantificeren. Dus zeggen wat nou goed is en wat slecht is, dat kan nog wel. Maar zeggen waarom iets goed gaat of waarom iets slecht gaat, dat is heel erg moeilijk. Terwijl je kan bij elke hierox of duurwedstrijd, kan je bij elk segment kijken waar je het hebt laten liggen. En dat is bij judo, kan dat niet. En je kan zelfs nog heel veel dingen erg matig doen. Slecht eten, slecht gewicht maken, niet opwarmen. En als je een beetje mazzel hebt of je bent heel erg goed, kan je alsnog winnen. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat je dus fantastisch voorbereid bent. Nee. Nou, en hoe die dag begint, nou, we hebben al één stukje overgeslagen. Ze hebben dus gewicht gemaakt en gewicht gehaald. En 's ochtends hebben ze dus iets ontbeten. En ze hoeven dan waarschijnlijk niet nog een keer te wegen. Sommige mensen moeten wel nog een random weigh-in doen, dat ze maar maximaal 5% zwaarder mogen zijn dan de dag daarvoor. Maar later kunnen we daar even over doorweiden. Maar dan gaan ze een warming-up doen. En die is een wedstrijd warming-up. Dus ze moeten aan het eind toch even stevig de verzuring in. Niet al te lang, maar wel eventjes voelen. En het is belangrijk dat ze die langzaam opbouwen, want anders gaat het hele aerobe systeem niet aan. Mm-hmm. Dus stel je voor, je gaat vanaf je stoel opeens 20 burpees doen. Ja, dan word je wel zuur, maar het is niet ideaal om aerobe ook aan te gaan. Nou, waarom is dat belangrijk? Want als je wel die mat op moet en je staat even te wachten, dan kan je jezelf nog activeren door elkaar een beetje te slaan en te springen en scherp te houden. Maar als je dan eigenlijk onvoorbereid, fysiek niet ready die mat opgaat, dan is er een enorme mismatch tussen de staat waarin je verkeert, aerobe ook bijvoorbeeld, en de intensiteit die je moet gaan leveren op de mat. En als je binnen 10 seconden wint, dan kom je nog wel weg met een hele slechte warming-up. Maar als je 4 minuten vol gaat maken, dan is meer dan 3/4 van die energie die jij levert op die mat, is aeroop. En starten met een heel slecht opgewarmd aeroop systeem is ontzettend dom. Ja. Het is als starten met koude banden op de Formule 1. Ja. Kan wel, maar je hoeft niet te verwachten dat je het goed gaat doen dan. Ja. Nee, dit herkennen wij wel uit de duursport, toch? Dat je die hartslag inderdaad, die heb even nodig voordat die omhoog komt. En dat zeg jij, ik wil die sporter met die hartslag al aan op die mat hebben staan. Nou, het is heel simpel. Als jij 's ochtends uit je bed stapt en je gaat meteen
een 800 meter lopen, ja, maximaal, dan is dat een enorm anaerobe inspanning. Ja, ja. En dat is het, het is sowieso niet prettig, maar het is wel vrij dom. Ja. Als je een goede warming-up doet, dan maak je jezelf wat makkelijker. Ja. En je kan hem harder lopen. Dus die warming-up van jullie is echt wel een stuk langer dan de duur van de wedstrijd. Ja, je begint natuurlijk op een laag level. Hè. De meeste sporters die hebben routine met wat mobiliteit. En die techniek sluiten ze. Hè. Ze gaan natuurlijk van minder complex naar complexer. En ze eindigen met de warm-up partner gewoon vrij intensief gooien. Mm-hmm. En dat duurt dan misschien maar 3-4 minuten. Maar de totale warming-up gaat vaak wel een half uur van begin tot eind overheen. Ja. En dat doen ze voor elke wedstrijd? Nee, begin van de dag. We zijn het dagprotocol aan het doornemen. Ja. Ja. Maar zoals ik net aan had gehaald, aan het einde, als je het finaleblok haalt, ja, dan zit er wel weer een lange pauze tussen. Dat is lang genoeg, ja, om, lang genoeg om ook wel even iets te eten als je daar zin in hebt. En, maar ook lang genoeg om weer helemaal tot stilstand te komen, als je het zo noemt. Ja. Dus als je langere pauze tussen de wedstrijden hebt, dan moet je helaas toch weer een uitgebreidere warm-up doen. Ja. En dat zie je heel vaak fout gaan. Omdat het, je hebt ook wedstrijdspanning. Je bent moe, want je hebt net 4 hele moeilijke potten gevochten. Je hebt misschien wel met een beetje pech, sta je al dik een half uur op die mat die dag. Je wil niet dan nog een hele warm-up doen. Want dat voelt ook een beetje als energieverlies en het is onprettig. Ja. En ja, maar het ding is, je moet het toch doen. Ja. Het is toch echt nodig. Ja. Tenzij je weer wint binnen 10 seconden. Maar daar kan je gewoon niet van uitgaan. En dat is waarschijnlijk hoe het vroeger wel ging. En ja, hoe het tegenwoordig toch wel duidelijk is van, jongens, dit is wel mede door jouw komst. Dat echt wel belangrijk is om daar aandacht aan te geven. Ook, ja, en dat het gewoon in het protocol is opgenomen. Ja. Ik wou een korte toevoeging doen nog. Je hebt het nu over warming up bijvoorbeeld. Wat ook misschien een beetje verbazingwekkend klinkt voor mensen uit andere sporten waar we dit soort praktijken van geleend hebben, maar ook als je 4, 5, 6 minuten op de mat gestaan hebt en je komt terug bij de warming-up area of waar je ook al je spulletjes hebt liggen, dan voel je natuurlijk niet zo heel fijn. Als je gewonnen hebt, iets fijner, maar zeker als je verloren hebt, voel je je echt niet goed. En je bent, je zou kunnen zeggen, je zit vol lactaat. We weten natuurlijk dat het gaat om die lage bloed-pH. Ja. Daar gaat het eigenlijk om. Maar zeker in toernooien die niet grote toernooien zijn, kan het best wel eens gebeuren dat als je verliest en je moet naar een herkansingsronde, dat je erg snel weer aan de beurt bent. Dus ik heb in de praktijk wel eens gezien dat dat maar 20 minuten kan zijn. Ja, ja. Vervelend genoeg begint juist wat je doet aan fysiologisch herstel, begint dan op het moment dat je echt niet op zit te wachten, nog belangrijker te zijn. Dus op dat moment moet je toch zorgen dat je iets uitloopt. Dat je een beetje in beweging blijft. Niet keihard natuurlijk. Je moet wel dik onder je VTM max blijven. Anders dan ga je alleen maar nog meer moe worden. Maar je moet dat lactaat moet je gaan shuttelen. Je moet zorgen dat je verzuurde bloed, dat je dat weer in normale balans krijgt. Want als je dat niet doet, dan zou je eigenlijk kunnen zeggen dat je een deel van je anaerobe batterij die je in je lichaam hebt niet heb opgeladen, dat je eigenlijk met een half opgeladen batterij aan de volgende pot begint. Ja. En dat is gewoon puur zonde. Want als de ander langer rust heeft gehad of beter is, ja, dan heb jij in plaats van een minuut vol vermogen, heb je misschien maar 20 seconden vol vermogen. En dat kan genoeg zijn om te verliezen. Je noemde het al van je een beetje uitlopen. Maar volgens mij, ik zag wat filmpjes in de voorbereiding op de site van Team NL of zo. Ja. Ik zie ze continu op de fiets zitten eigenlijk. Gewoon tussen bij de training in ieder geval. Ook bij de wedstrijden is dat inderdaad jullie manier van, noem het cooling down en snel herstel. En ja, dat is mooi, hè? We zijn bij judo zo ver dat we nu in 2024 de fiets hebben ontdekt. Ja. Nee, maar het mooie is dat mensen focussen op die fiets. En dat is een heel mooi project geweest van de Olympische coaches van de vrouwenlijn, Harm Zijlstra, Bas Meerveld. Ik ben zijn naam even vergeten, maar onze materiaaltechnicus die heel veel materiaal aan elkaar zet, ook voor Paralympische atleten. Mm-hmm. Roel van het Hoofd. Die hebben die fiets helemaal uitgekleed. Want het is normaal een zware fiets van bijna 40 kilo. En die fiets is uitgekleed tot 17 kilo. En die kan in een standaard Team NL oranje koffer. En die kan ook meegenomen worden overal heen. Nou, waarom is dat belangrijk? Je kan zeggen, ja, het is een fiets. En goh, ik kan je niet gewoon uitlopen.
ik zie die fiets meer als een soort van symbool ook van een bepaalde gedragsverandering. Dus wat er gebeurt is, je zet die fiets neer, backstage of waar je ook die cooling down wil doen of die active recovery. En je kan op die fiets gaan zitten. Ze kennen die fiets, ze weten hoe zwaar die trapt, ze weten de instellingen, ze weten hoeveel wattage getrapt moet worden. Terwijl je op die fiets zit, kan de fysio of de masseur kan je onderarmen loskweken, want die zitten door al het pakkingsgewicht helemaal vol. Ja. Maar jullie weten waarschijnlijk dat daar in je onderarmen zit niet zo heel veel ruimte voor zwelling. Dus dat doet ongelooflijk veel pijn. Ja. Maar als je loopt en je over een mat, dan is het moeilijk om dat tegelijkertijd te doen. Ja. En nog allerbelangrijkste is je kan met je coach praten, want je zit op een stationaire fiets. Je kan nog wat video bekijken van je tegenstander als er wat tijdsdruk op is. En wat misschien het beste voorbeeld is en ook heel mooi recent, is dat het is bijvoorbeeld geen geheim dat Joanne van Lieshout sinds haar 12e of 13e ook diabetes heeft. Oh, nou voor en mij was het geheim, wel... ja. Nee, er is een Telegraafartikel over, dus okay. Ik vertel geen nieuwe dingen. Ja. Maar die is ook wereldkampioen tegenwoordig. Ja. Die zat, dat is nu een paar dagen geleden, ter tijde van deze podcast. Ja. En dat is natuurlijk ontzettend knap. Maar wat heel erg mooi is dat... niet dat dat helemaal door die fiets komt natuurlijk. Nee, maar het is wel zo dat al die kleine dingen waar we aan gesleuteld hebben. En dat is de warming up. En sowieso het gewicht maken. Maar ook zeker voor Joanne is natuurlijk het goede eten. Zeker in combinatie met suikerziekte. Mm-hmm. Is heel erg belangrijk. En samen met voedingskundige Peter Res is dat helemaal getweakt. Op hoe lang hebben we nog tot de volgende wedstrijd. Hoeveel koolhydraten kan je in een uur opnemen zonder dat je maag-darmklachten krijgt. Ja, ja. En ik weet niet exact het merken, hoeft ook niet. Maar volgens mij zijn bepaalde voedingsmiddelen die bedoeld zijn om... Ja, voor de wedstrijd zelf, die zijn een beetje getweakt. Zodat er een wat lagere glycemische index aan gels of poeders gemaakt is. Zodat je hoeft niet zo heel veel insuline erbij te spuiten. Ja. En dat je wat constante energie vrij kan maken. Ja. Ik ga nu toch iets flaggen, Casper. Want ik hoor jou inmiddels 3 keer tussen de regels door. Volgens mij hinten dat... Nou, laat ik het dus als een vraag stellen. Word jij door jouw atleten met open armen ontvangen met al deze nieuwe protocollen? Nee, ja, dan vraag ik dat. Maar jij zegt namelijk al net een keer... Ja, helaas moet je dan dit doen op het moment dat je er niet op zit te wachten. Ik hoor je net het woord gedragsverandering noemen. Ik lijk tussen de regels te horen dat die judoka's eigenlijk liever gewoon plat op een reet gaan liggen en wachten tot de volgende pot. Vertel eens, hoe wordt er gereageerd op jouw plannen? De meningen zijn verdeeld. Nee, ik denk dat ik voor heel veel sportscientists spreek als dat wat goed is om te doen niet altijd even prettig is. Ja. En in het geval van dat je helemaal kapot bent omdat je net een wedstrijd verloren hebt of gewonnen hebt. En dat iemand dan zegt van ja, je moet toch weer even de mat op, eventjes lactaat afvakkelen of active recovery doen, hoe je het ook wil noemen. Mm-hmm. Is totaal niet fijn. Want zeker als je niet lekker in zit, wil je eigenlijk gewoon liggen en balen. Eventjes balen. Maar ja, het gaat wel om de volgende pot winnen. En dat is gewoon topsport. En eigenlijk moet je dus altijd gewoon denken, wat is het beste wat ik nu kan doen? Ook al is het oncomfortabel om te zorgen dat ik straks mijn beste hero kan laten zien. Ja. En ja, dat is niet altijd even prettig. Maar ja, wat wel gewoon heel goed is om te zien, is dat we doen dit. We testen dit op de sporters zelf. Dus we hebben ook de warming-up die we doen voor de wedstrijd. Hebben we op een trainingskamp in Normandië hebben we een keer voor iedereen getest en gecontroleerd met lactaat. Ja. Zodat we kunnen wijzen aan hun van, luister, dit is nou eenmaal nodig, ook al denk je dat het te veel is. Mm-hmm. En dit gebeurt er als je je warming-up kort maakt, of dat je toch een beetje slap infietst. Maar dit gebeurt er dan. Ja. Nou, en dan gaan ze dat toch doen. En sommigen doen dat beter dan anderen. Maar ja, als je dan de resultaten terugziet, en mensen zeggen echt van, ja, ondanks dat ik denk van dat ik moe word van dat fietsen, dan sta ik er toch een stuk scherper op als ik een derde of vierde pot heb op de dag. Op een gegeven moment kan je er ook niet omheen. Hè? Nee, dan moeten mensen wel mee. Maar je bent dus wel echt met wat missiewerk bezig. Hè? We horen hier ook, en dat is misschien inderdaad wat je zegt, leuk voor collega en medical scientists, hoe je dat doet. En op een trainingskamp en met data en bewijzen en de andere kant ook laten zien. Dat is wel interessant om te horen. Ja, maar het zijn net mensen. Kijk, ik weet van mezelf ook dat ik eigenlijk iets in het bed moet gaan. Ja. En dat ik misschien in het weekend 1 biertje minder moet drinken. Maar ja, dat doe ik ook niet. Totdat ik weet van, ik heb een doel.
En dan ga ik het wel doen. En als je bewijst aan jezelf van, kijk, ik moet dit doen, want het helpt mij zo en zo. Ja, dat is wel, dat werkt heel goed. Jurgen, zullen we in het kader van de tijd, en Casper hint er net ook al naar, even met jouw laatste stelling aan de slag gaan. Het gaat namelijk over die gewichtsklasses. Ja, precies. Laten we die ook maar meenemen. Hè. Dat is ook wel... niet meer de wielrenners en de voetballers. Nee, dat is jammer. Kijk naar de klok. Ja, het gaat inderdaad om die gewichtsklasses. Daar kunnen we zo denk ik ook nog even op ingaan. Want mijn vraag inderdaad, en je noemde het inderdaad al een paar keer, als iemand op gewicht, juist op gewicht is. Wanneer een judoka 3 kilo te zwaar is voor een toernooi, dan stuur ik hem of haar meteen de sauna in. Ja of nee? Nee, want ik mis heel veel informatie daar. Heel goed. Bovendien, als iemand, als iemand 3 kilo te zwaar is, maar het is Marco Korrel in de min 100, dan is dat nog steeds helemaal prima. Dus dan is dat goed. Ja, want dan kan hij met de 100 plus nog meedoen, wou je zeggen. Nee, dat is niet, hè? Raakt hij wel kwijt. Dat is procentueel. Nee, maar als iemand een week van tevoren 5% boven zijn gewicht zit, hè, en laten we even makkelijk doen... Het kan dus Toornikje zijn in de min 60, maar laten we even rekenen met Michael en 100. Ja. Die doet trouwens al zijn voeding zelf, hè, en dat doet hij goed. Maar reken even makkelijker, 100. En iemand weegt 104,5 de week voordat hij een wedstrijd heeft. Ja, daar liggen we niet echt wakker van. We hebben die 5% regel. Ja. Dus daar zit hij dan onder. Hij zit op 4,5%. En met een klein beetje vezels uit je dieet halen. En als het moet, wat koolhydraten terugschroeven. Dan zijn we per gram vezel 19 gram water kwijt. En we zijn per gram koolhydraten al 3 gram water kwijt. En dan duik je op de dag van die weging duik je daar zo onder. En dan zonder al te veel stress op je lichaam kan je die weging makkelijk halen. En dan sta je op de wedstrijddag sta je toch gewoon volledig opgeladen. Ja. Op 405 kilo te vechten. Want de weging is... Dit is denk ik de meest leerzame minuut. Die weging is normaliter een dag van tevoren of wat je zei. Hè? Of soms op de ochtend nog. Maar dan betekent dus daarna kan er gewoon weer lekker even getankt worden. En dan kun je dus gewoon weer... Ja, letterlijk even op. We hebben toevallig... het gewicht halen is ook wel een beetje een actueel onderwerp in judo. Het is wel zo dat... ik praat nu wel alsof die 5% regel... dat we ons geen zorgen over maken als die onder zit. En dat is zo. Alleen je moet wel rekening houden. Je moet het wel nog doen. Ja, wat is de 5% regel, Casper? Nou, als je 100 kilo moet zijn, in de 100 min kilo, in de 100 min, op de wedstrijd, op de weging, die is meestal de avond voordat je de wedstrijddag hebt. Nou, niet meestal, eigenlijk altijd. Dan mag je dus, dan haal je die weging en dan ga je een beetje bijdrinken en je eet wat meer koolhydraten. En dan de volgende dag is er een kans dat jij random geloot wordt om nog een keer in te wegen. Als jij dan 107 weegt, 7% zwaarder, dan ben je automatisch gedisqualificeerd. Ah, en dat doen ze dus. Die regel is bedoeld om te zorgen dat mensen niet al te drastisch gewicht gaan lopen maken. Ja. Want 5% is nog wel, je moet er wel wat voor doen. En dat is nog wel zonder al te veel gezondheidsschade en stress om te doen. Als je goed eet normaal. Maar als je, net zoals een handdoek uitwringen. Ja. Als je dat laatste stukje water eruit wil halen, moet je steeds meer geweld gaan gebruiken. Ja. Steeds meer stress erop toevoegen. Dus als je richting de 7, 8, 10% gaat die eraf moet, dan begint dat echt serieus wel moeilijker te worden, gevaarlijker te worden, om over het effect op je prestatie de volgende dag nog maar niet te hebben. Ja. Mm-hmm. Hey, en begrijp ik dan goed dat, judo is inderdaad gewichtsklasse. Wat is de klasse breedte? Is dat 10 kilo, 20 kilo? Heel veel. Ik heb ze voor even. Nou, dan vraag ik het even bij Jurgen. De mannen is het onder 60, onder 66, onder 73, onder 81, onder 90, onder 100 en de 100 plus. Okay. En bij de vrouwen, echt verbazingwekkend hoe laag die eigenlijk beginnen. Onder de 48, onder de 52, onder 57, onder 63, onder 70, onder 78 en 78 plus. Ja. En Casper, is dan het idee dat je eigenlijk probeert met opgewicht of gewicht maken dat je zo dicht mogelijk tegen de bovengrens aan wil zetten, begrijp ik dan. Hè? Is dat het spel met gewicht maken? Ja, heel kort gezegd is het als jij in een gewichtsklasse zit en je wil winnen van je tegenstanders in die gewichtsklasse, is het voordelig om een goede body composition te hebben. Dus dat is feitelijk gewoon gespierd te zijn met niet al te veel onnodig vet. Ja. Hoeveel vet je wel moet hebben, wat je vetpercentage is, dat varieert een beetje per persoon. Sommige mensen kunnen heel laag zitten op 8%, andere mensen worden dan ziek en die moeten eerder op 10, 11, 12% zitten.
Maar ja, uiteindelijk wil je eigenlijk zo lean mogelijk in je gewichtsklas zitten. Want ja. Dat betekent dat je zoveel mogelijk spiermassa in kan zetten. En dat heeft gewoon voordelen. Omdat je dan langere tijd wat meer vermogen kan leveren. Ja, mm-hmm. En ik hoor jou zeggen, je speelt dan vervolgens eigenlijk vooral met de hoeveelheid vocht die in dat gewicht verwerkt zit. Ja, ja. Ja. Het liefst wel, want dat kan je acuut het makkelijkst afhalen en heeft het minste effect op je ja. Ja, gesteldheid. Ja. Als je het binnen de 5% houdt, als je het echt naar 10-12% gaat, dan ga je natuurlijk, dan ben je helemaal niks meer waard ervoor. Nee. En het is dus niet zo, stel nou, ik heb die random weging op de wedstrijddag, ik heb het niet gehaald. Jij zegt disqualificeerd. Mag ik in theorie dan bij de 100-plus klasse? Ik snap dat ik daar ernstig in mijn nadeel ben, want dan zit ik opeens helemaal aan de onderkant van mijn gewichtsklasse. Zo werkt het dus niet. Nee, dat mag absoluut niet. Want je kwalificeert je in je eigen klasse. Ja, ja. In je eigen pool met tegenstanders. Ja. Dus je mag niet, als je even 2 weken feest gevierd hebt, mag je niet denken, nou, ik ga 1 klasse hoger. Okay. Wat wel geinig is, dat als onze eigen topsporters die vechten op een gewicht wat net boven hun weigh-in gevecht is, als die mee gaan doen aan het NK, het Nederlands kampioenschap, dan komen ze wel 1 klasse hoger uit. Ah, okay. Omdat ze anders onnodig gewicht moeten gaan maken. Maar dat kan dan wel. Maar ja, op een internationaal groot toernooi, ja, daar zijn ze niet voor gekwalificeerd in de andere klasse dan degene waar ze uitkomen. Ja. Dus vaak in de training, tijdens trainingen zijn ze eigenlijk wel allemaal wat zwaarder. Ja. En okay. Ja. Hey, ik kijk op de klok en dan zeg ik, Casper, is er vanuit jouw rol als wetenschapper bij de Judobond nog een onderwerp, een aspect, een verhaal, wat we nog niet hebben weten op te graven bij je? Zijn er veel. Is er één die je nog graag met ons wil delen? Nee, ik denk alleen dat, ik kan het wel eens mooi samenvlechten, denk ik. Ik heb een beetje onderzoek gedaan in jullie podcast en wat voor publiek daarnaar luistert. En waar ik me eerst een beetje zorgen over maakte. Want ik heb niet echt hele harde cijfers over bepaalde innovaties die we toepassen. Of echt dingen die zoveel procent gaan opleveren. Dus het is iets meer een kunstvorm en een soort van ambacht wat ik doe hier bij de Judobond. En dat is judo coachen ook. Constant opereren in chaos. Waar ik zelf wel erg mee bezig ben, is vroeger hoorde je altijd, ja, judo, dat is zo complex, daar val je dus niks aan te meten. Nou, op een gegeven moment zijn we alles gaan meten en bij gaan houden en zijn gaan controleren, zeg maar, terwijl waar we judo uithalen. Dus bijvoorbeeld die wedstrijddag waar we naar kijken, die benader ik als gewoon een inspanning. En het is dan toevallig judo, maar dat judo kan je ook weghalen, zeg maar. Ja. Alleen, eigenlijk is het heel fysiologisch bekeken hoe we dat doen. Nou, ik ben de laatste tijd steeds meer gericht om dan toch nog te kijken of we iets kunnen ontwikkelen richting toch een objectieve parameter in het judo. Dus een soort van power meter uitvinden voor het judo. Nou, daar hebben we dus een masterstudent, Daan Vermunt, en die doet onderzoek naar een soort van sensor op de rug. Om te kijken of we toch acceleraties en acties en hartslag, of we dat toch kunnen combineren in een soort van score die iets zegt over de zwaarte van een training. Mm-hmm. Maar uiteindelijk denk ik dat daar ook toekomst in zit. Om door middel van beelden en een AI-machine of zo toch wat makkelijker statistieken van een wedstrijd te kunnen laten zien. Het zou toch mooi zijn als je net zoals bij voetbal, dat je naar een wedstrijd zit te kijken en dat je dan halverwege in een rustmoment, dat er dan een paar statistieken naar boven komen met, Jelle Snippe maakt zoveel linkshandige worpen en daarvan doet hij met zoveel kracht. Ja. Dat zou super interessant zijn. Het zou het ook heel veel mooier maken voor degene die judo niet echt begrijpt. Ja. En als iemand nog zit te luisteren nu en denkt van, nou, ik heb daar wel een idee voor, dan hou ik me aanbevolen. Mooi. Want volgens mij vind ik het dan ook nog leuk, je hebt ook vermogensmeten, om eigenlijk een soort energieverbruik te zien. En dat je ziet dat die ene judoka al heel veel met zijn energie gesmeten heeft. Dus dat je weet van, oh, en nu kan het wel spannend gaan worden, omdat hij zijn anaerobe tank leeg heeft, bij wijze van. Dus, maar ja, dat is mooi, net zoals bij de wielrenners. Dat willen ze natuurlijk allemaal niet laten weten, want dan zou de tegenstander dat ook kunnen zien, hè? Nee, maar en dat is een mooie om nu toch over die powermeter gaan. Die powermeter heeft bijvoorbeeld voor gezorgd dat al die wielrenners super op de trainingsspecificiteit zitten, maar ook over het de koolhydraten toenemen en het bicarbonaat nemen. En waar het in de tijd van Lance Armstrong nog een beetje een soort van not done was om te gaan eten op die fiets, is het nu een wedstrijd koolhydraten wegstampen per uur. Ja. Ik denk echt dat als we dus judo zouden kunnen kwantificeren live, dat we ook zo'n ontwikkeling door kunnen maken. Waarbij we echt de details in kunnen. Waar het nu nog net iets te complex is. Ja.
Wat leuk. Ik hoor hier een voorzetje voor nog eens een Casper de Wit 2 in de toekomst. Hè? Als je wat leuke innovaties hebt gevonden of uit onze community tot jou zijn gekomen, dan moet je ons zeker maar eens even contacten. Ja, is goed. Dan neem ik mijn collega mee, want die weet iets meer van Hudo nog. Dat is misschien een extra toevoeging en dan lijkt me zeker leuk. Ja. Ja. Nog even, ben jij straks in Parijs erbij? Ik niet, nee. Nou, okay. Dan ga ik zo... De rol is gespeeld dan. Goeie cliffhanger. De voorbereidingen zijn, als het goed is alles af. Ja? En sommige dingen, de projecten, als die goed afgerond zijn, hoef je ook niet nog een keer actief op te pakken. Ja. Die protocollen worden goed uitgevoerd. En mijn collega die ook warming-up kan maken met sommige sporters, omdat hij wel kan judoën. Ja. Ik heb het volste vertrouwen erin dat hij alles wat we hebben uitgevogeld, dat hij dat ook, goed tot uitvoering brengt. Nou, dan hebben wij dat leuk. Ook. Nou, ja, dan heb ik zo leuk. Nog wel een leuke uitnodiging voor jou voor tijdens de Olympics. Blijf luisteren. Maar dan leg ik eerst even uit, als je nu zit te luisteren en denkt, nou, Casper, ik heb wel een idee hoe ik hoe je daar verder mee kan komen. Dan kun je ons op een aantal manieren bereiken. En dan zullen wij dat doorzetten naar Casper. Allereerst op social media zijn wij de @slimmerpodcast op Instagram en de Slimmer Presteren Podcast op LinkedIn. Maken we iedere vrijdagochtend een post waar de aflevering van die week over gaat. Maar daar houden we je ook op de hoogte van alle leuke nieuwe berichten. Dus ga ons daar vooral even volgen. Deel die updates in je netwerk, zodat meer mensen dit te weten komen. Of ga naar onze website www.slimmerpodcast.nl. Vind je van iedere aflevering een eigen pagina. Dus ook van deze. Dus Casper, daar kun jij ook de link van pakken en even rond WhatsAppen naar alle collega's bij de Judobond. Of je kan ons dus bijvoorbeeld met een bericht voor Casper of met een andere suggestie, rectificatie, aanvulling mailen via post@slimmerpodcast.nl. Vaste luisteraars die hebben hem waarschijnlijk al in de agenda staan. Maar voor jou is hij nieuw, Casper. Tijdens de Olympische Spelen vindt er in Arnhem de Olympic Experience plaats op de markt naast het provinciehuis. Daar is iedere avond een programma, een verschillend programma. En op één van die avonden in de twee weken, namelijk dinsdag 6 augustus, mogen wij als Slimmer Presteren podcast het programma invullen. En dat doen we met onze Olympische Slimmer Presteren pubquiz. Dus Casper, misschien is dat wel een leuke avond uit om naar Arnhem te komen. En daar lekker mee te doen met vrienden. Elkaar uit te dagen, een paar prijzen te winnen. Toegang is gratis, dus wat let je? Ja, je had me overtuigd bij Pupkus. Helemaal goed. Ja, oké. Okay. Nou, ik heb inmiddels geleerd dat er 1500 plekken in het stadion zijn. Zoveel man hebben wij geloof ik nog, hè? Uilentorenlopen hadden we er 800 op de been. Ja. Eens even kijken hoe ver we kunnen komen. Moeten we dus, wat ronselen, ja. Mocht je dit nu voor het eerst horen, zet dinsdag 6 augustus in je agenda en kom naar Arnhem. Tot zover, Casper. Dankjewel. Jij was onze laatste gast in de Olympische Spelen-serie op weg naar Parijs. Als dank voor jouw bijdrage aan deze podcast krijg je nog twee hele bijzondere voordelen. Allereerst, ben jij zelf een beetje aan het hardlopen, fietsen, wielrennen? Ja, toevallig wel, ja. Goed zo. Log je dat ook op Strava? Ja, alles doe ik. Log, ja. Top. Wij hebben namelijk voor vrienden van de show een exclusieve Strava-club. Maar gasten van de show, die krijgen daar natuurlijk automatisch ook een uitnodiging voor. Vrienden, die krijgen dat alleen als ze doneren via vriendvandeshow.nl/slimmerpodcast. En wat we naar je opsturen is, hier staat hij op de bank, een heel fijn Active Dry, mooi Slimmer Presteren sportshirt. Dus die komt jouw kant op. En iedereen die zegt, oh, die wil ik ook. Ga naar onze website /webshop en dan kun je er zelf een bestellen. Dan heb ik denk ik wel heel veel gezegd. Hè? En dan zijn we aan het einde van onze ene laatste aflevering van dit seizoen. Volgende week nog één keer een terugblik op een ASM Masters of Movement bijeenkomst. Ja. Over Structural Play. En dan gaan we op zomervakantie. En dan gaan we naar de Olympische Spelen kijken. Zeker, leuk. Dus, Casper, dankjewel. Dankjewel, Casper. Graag gedaan. Leuk te doen. Hoi. Doei. Wat leuk dat je nog steeds luistert naar de Slimmer Presteren podcast, waar inmiddels al meer dan 185 afleveringen van zijn. Dus daarom aan het eind van de aflevering altijd een tip. Jurgen, als mensen nou dit leuk vonden om te leren over judo, welke aflevering zou je ze dan nog willen aanraden? Ja, kijk, los van alle Olympische afleveringen die we al gedaan hebben, over het roeien, het baanwielrennen, het turnen en het zwemmen. Als je denkt, hey, dat judo vind ik eigenlijk wel een hele interessante sport. Lekker stoeien. Nou, dan moet je. We hebben een extra bonusaflevering gemaakt voor de ASM Masters of Movement met Kai Krabbe. En daarin wordt heel mooi uitgelegd waarom eigenlijk iedereen zou moeten judoën.
Exact. Ga naar onze website of ga naar de lijst met de afleveringen. Zoek op de naam Kai Krabben en dan vind je hem wel. Of stoeien. Het woord stoeien, dan kom je ook naar boven. Ik hoorde laatst zelfs dat iemand hier in de kamer nog had gestoeid. Ja, precies. Ik stoei natuurlijk met mijn dochter van 13. Ja. En onze producer Sander heeft ook dochters van 14 nu, hè, Sander. Ja, en daar moet je toch mee oppassen, want die liep hier met een bilblessure rond. Ja. Misschien moeten we daar onderling maar even een partijtje houden. Maar ja, ik zit in een andere gewichtsklasse. Dat wil ik wel even vermelden. Ja. Heel goed. Kan je allebei aan.